Aaron die ging voor ons vandaag op pad naar de huishoudbeurs in de rij om er allemaal snabbelende BN'ers op te zoeken en het hem van het lijf te vragen. En liep toen Benny van Dijk tegen het lijf. Zij vertelde hem over de lastige periode waarin ze nu zit. Ik lig de laatste tijd natuurlijk best een beetje onder vuur. En dan is het gewoon een soort van warm bad waar je in terechtkomt. Ja, ik ondervind daar echt een beetje steun aan. De afgelopen maand domineert Wendy van Dijk het medianieuws. Haar huwelijk met Erland Galjaard verkeert in zwaar weer en ze stapt over van RTL naar Talpa. Ik moet accepteren dat het nu gewoon mijn beurt is. Het maakt niet uit wat ik doe. Een week geleden plaatst ze op Instagram een video van haar zoon Sam die een nogal luxueus cadeau krijgt. Draai hem maar om. Oh ja. Nee! Dat het dan gesponsord is, dat is dan voor jou... Nee, maar daar ga ik niet eens op in. Dat is niet zo, dat hebben zij ook bevestigd. Ik vind gewoon het gegeven dat mensen alweer een vooroordeel hebben, is zo vermoeiend. De reacties op social media zijn niet van de lucht. En ook Wendy's mediacollega's zijn snoeihard. De eerste anonieme mail is alweer onderweg naar Albert Verlinde en Koos van Platingen, waarin ze anoniem onthullen dat Wendy een mediahoer is. Dit fragment zal nog jarenlang worden gezien als het voorbeeld van hoe bekende Nederlanders zijn afgedreven van de gewone samenleving. Ik vind het gewoon zo verbazingwekkend. Ja, alles wat ik doe nu wordt negatief uitgepakt. En ik zit lang genoeg in het vak om te weten dat het zo is en dat je dan maar gewoon dat moet accepteren. En dat is oké. Gelukkig is en blijft Wendy een positiviteitsgoeroe en houdt ze zich vast aan de steun van haar fans. De reacties daaronder van de gewone mens, zeg maar, of de mens. Allemaal lief en positief en jeetje, wat dankbaar. Kijk de reactie van Sam. En ik hou me daar wel een beetje aan vast, eerlijk gezegd. Uiteindelijk maak ik voor deze mensen televisie en niet voor de media. Echt openhartig. Ze spreekt zich uit. Ik vind het een goede zaak. Ja, ik ook. We waren daar voor de huishoudbeurs inderdaad. Ze kwam echt zelf met dit verhaal. Het zat daar hoog. Het moest daar echt even van het hart. En ze baalt zo van die negativiteit. En ze begrijpt eigenlijk ook dat ze onder vuur ligt. Dat op dit moment alles wat ze doet, negatief kan worden vertaald. En dat wilde ze eigenlijk ook gelijk vertellen. Dat het daar hoog zit, dat het dat ook haar raakt. En dat kwam er zo uit. Ze stond daar voor een signeersessie met allerlei fans. Dat geeft haar heel goed gevoel, dat steunt haar. Maar ze ziet ook dus eigenlijk, dat filmpje zagen we net van die luxe auto die ze cadeau doet. Ja, dat wordt ook negatief benaderd. Waarom is alles negatief? Ik snap niet zo heel goed. Dan heb je echt op een ander planeet gezeten. Ik snap wel wat er allemaal is gebeurd, maar waarom is nu alles wat... Eerst was het allemaal goud en positief als het om Wendy ging. Ja. En nu is het in één keer, ook volgens haar eigen zeggen, allemaal negatief. Mm-hmm. Waarom pakken mensen dat dan allemaal gelijk? Kijk, wij zitten hier natuurlijk wel vaker. Dus ik denk dat het huwelijk, dat strand, het overstap naar SBS en dan dat filmpje wat helemaal gemonteerd was en heel erg... Maar een huwelijk dat strand is gewoon heel vervelend. Een huwelijk dat strand is toch gewoon heel vervelend? Kan je ook juist een beetje sympathie voor je krijgen? Ja, maar ik denk toch dat zij dat andere... Ik vraag me eerlijk gezegd wel af, jongens, als ik haar verhaal dus hoor... Waarom deel je in hemelsnaam zo'n filmpje? Iets over een verjaardagscadeau met je kind? Hou dat gewoon binnen je gezin. Ik denk ook dat ze daar nu wel spijt van heeft, als ik dat nu zo hoor. Ja, maar goed, dan moet je dus niet verbaasd opkijken... als half Nederland daarover valt. Als je dat eerst zelf gaat posten. Ja. Ik begrijp dat gewoon. Ja, Peter heeft wel een punt. Het is ook een beetje die kwetsbaarheid die ze nu laat zien. Waar mensen dus... Ja, dat vinden mensen daarom mooi. Maar als zij nou een taart wat zegt geeft... Erover. Ja, als zij nou een taart had gegeven, hadden we het misschien wel leuk gevonden. Had het mooi en sympathiek geweest. Dit is natuurlijk wel een beetje... Ja, dit kleeft aan haar ook omdat het natuurlijk op een slecht moment komt. Want ze zat inderdaad een beetje met Angela de Jong, die zegt van ze is over de heel. En dan ook dat filmpje er nog overheen. Ja. En laat gewoon zien. Angela de Jong ook nog. Ja, goed. Maar je kan ook denken, dat hoort erbij. Je zou ook kunnen denken, goh, wat een prachtig mooi cadeau heeft Wendy aan haar zoon gegeven. Maar zo denkt dan weer niemand. Nee, ik snap wel dat dit onsympathiek overkomt. Het was niet eens gesponsord, dus waarom maak je dan zo'n filmpje? Ja. Maar goed, laten we het niet over dat filmpje. Nee, kijk, trouwens even mijn kinderen die zeggen, ik wil ook... Ik zeg, je krijgt een lolly. Echt een lolly. Die vinden die Samuel superleuk. Die vinden die auto supermooi. Dus misschien zijn wij het wel gewoon. Die dan denken, Maar wat ik mooi vind, is ze laat hier wel zien... dat ze kwetsbaarheid durft te tonen. Dat ze dat ook gewoon laat uit. En ik denk ook als ze dat wat meer doet... en ook gewoon dat positiviteitsgevoel... wat ze ook met de Wendy uitstraalt, dat blad... dat kan ook tegen je keren. Dat mensen denken, het is niet allemaal positief. Kijk naar Linda de Mol. Wat zij in dat editorial heel goed doet... is dat ze ook laat zien dat ze kilo's erbij is gekomen. Maar
ook niet allemaal mee. Het hoort er natuurlijk ook gewoon wel een beetje bij. Hè? Bedoel, ja. Je bent in de media, daar heb je heel veel profijt van. Dan kan je een keer zo'n karretje kopen. Maar uiteindelijk krijg je ook heel veel kritiek als er een keer iets gebeurt in je leven. Dat hoort er ook bij, toch? Ja, denk ik wel. En als ze appels verkoopt nu, is haar gevoel... Ja, dan staat er morgen Wendy probeert appels aan te smijten. Ja, dat is natuurlijk wel anders met zo'n... populair altijd geweest. Ik bedoel, we hebben allemaal op die stoel gezeten. Ja, Mark, jij waarschijnlijk niet. Luc trouwens ook niet. Dus dat je eventjes wordt kiel gehaald. Maar je doet het hartje best, heb ik door altijd. Nee, Luc, jij bent fantastisch. Nou, dankjewel. Dankjewel, Aaron.